Good morning, het is weer back to reality. Ja, vandaag moeten we terug ons koffie en ons theaasje openen. Dit is dus terug opnieuw een werkendag. Het is toch wel heel eventjes wennen na zo 3 weken vakantie. Zo toch plotseling weer vroeg opstaan en dan alles gaan klaarmaken en zo voor weer te gaan werken. Dat is toch wel weer eventjes wennen. Maar ik moet wel zeggen dat ik echt wel weer opnieuw zin in heb om weer onze klanten weer al opnieuw te verwennen met allemaal lekkernijen en zo. Dus dat vind ik ook wel weer heel leuk. Een hele huis, of ons hele huis, ligt nog steeds overal vol met was. Hier ligt alweer al een deel opgevouwen was. Maar ook echt heel onze woonkamer hangt gewoon helemaal vol met allemaal was die nog te drogen hangt. En ik weet gewoon niet meer waar ik alles nog moet leggen. Zelfs onze eettafel en onze stoelen hangen vol. De trap hangt helemaal vol. De verwarming hangt helemaal vol. Alles hangt gewoon vol met was die nog aan het drogen is. En ik krijg het gewoon niet meer zo snel droog als in de zomer. Toen het buiten nog lekker warm was, was het echt gewoon in no time. Was het eigenlijk allemaal terug opnieuw droog. Maar nu duurt het gewoon ietsje langer, want het is buiten best wel druilig. Druilerig, vies weer. Dus echt wel weer even aanpassen ook voor ons. Kijk, als je buiten kijkt, het ziet er niet echt zo mooi uit. Maar ja, daar zullen we maar weer al mee leren leven. De koudere dagen komen er weer aan. Ik vind het ook wel een heel erg gezellige periode. Want deels wat de periode dat het dus alle blaadjes terug de herfstkleur beginnen te krijgen. En ik dacht, ik doe ook nog mijn nieuwe vestje aan uit Amerika. En dan daarbij een herfstkleurig t-shirtje. En weer een lange broek. Dan heb ik niet echt zin. Het is lang geleden, maar ik nog eens een lange broek heb moeten aandoen. Maar ja, ik ben wel heel erg blij met dus eigenlijk het vestje wat ik heb aangekocht in de Walmart in Amerika. Past wel goed bij mij. Ik ga even tonen in de spiegel. Ik vind dat het wel leuk is. Dus het geeft toch voldoende kleur. En ja, ik vind het wel mooi. Nu ga ik ook nog naar beneden om Jeno een beetje te helpen in de zaak. Ik denk dat er nog wel niemand is. We zijn er maar net eigenlijk geopend, maar toch kan ik ook een beetje mee de voorbereidingen doen beneden. En onze werkdag die zit er weer op. Is het een beetje meegevallen? Ja, Jeno is een beetje wat slecht gezind tot hij moe is. Back to life, back to reality. Ja. Het is mij niet bevallen. Nee, maar ik vond dat vandaag echt heel vlot gegaan. Dus ik ben eigenlijk absoluut niet moe. Ik heb wel honger. Ik heb heel de hele dag eigenlijk al honger. Ook al eet ik blijf van honger houden. Ik denk dat dat bij mij een beetje de bijwerking is van een jetlag of zo. Maar ja, en dat is ook goed. Ik ben gisteren heel moeilijk in slaap gevallen. Ik was later in slaap dan jij. Ik weet dat jij aan het snurken was. Ja, dus, ja. Ik voel mijn lichaam nu ook moe wordt. Volgens mij is het Amerika, Florida is momenteel nu nacht, denk ik. Het is 12:00 middags. 12:00 middags? 2:00 middags. Wacht, het is nu, even checken, ik denk dat het nu 2:00 middags is. Het is, nee, 12 uur, klopt dat. Het is 12 uur, het is eigenlijk half 4. S'nachts? Nee, smiddags. Smiddags. Ja, daarom ik ook honger krijg waarschijnlijk. Maar wel, maar ja. Ik voel me zo moe. Ja, ik heb dat gelukkig niet. En we gaan nu richting Turnhout, want Jeno heeft weer lange haren. Dat is echt heel vreemd. Van de een op de andere dag waren in één keer je haren lang of zo. Ja, je moet ja. Het kunnen zien in de vlog dat het groeien is geweest. Ja, dat is echt zo precies van, ik stond 's ochtends op en in één keer waren je haren extra lang. Dus we rijden nu eventjes nog naar de kapper in Turnhout. Maar ik weet alleen niet of ze jouw haren nog eigenlijk gaan eigenlijk willen om de handen nemen. Want ze sluiten daar om 7 uur. En ja, wij konden natuurlijk pas ietsje na 6 uur pas eigenlijk sluiten. Dus ik hoop dat ze dat nog gaan willen doen voor jou. Maar anders moeten we sowieso toch nog in Turnhout zijn. Want we gaan daar ook nog met mijn mama en mijn stiefpapa en mijn tante daar iets gaan eten. En dus 4 weken geleden dat ik mijn mama nog heb gezien. Eerst was zij op vakantie. En toen wij. En ja, nu ga ik hun eigenlijk weer zien. Hey, zie je iets anders? Mijn wenkbrauwen zijn gedaan. Ik vind het echt heel mooi. Ze zijn zo gedaan met zo'n naaldje. Maar kijk bij Jeno. Wow. Mijn wenkbrauwen zijn niet gedaan. Nee, maar wat een mooie kapsel weer. Nou, kijk. Ja, we zijn nog eens bij onze kapper geweest in Turnhout. Ja. Dat had het al gezegd, zeker. Hè? Dat ja, dat had al gezegd. Ik vind dat het echt al hier heel mooi is hoor. Ja, hier gaat er een nieuwe friskoeken. Mogen weer gezien worden. Ja, en ik ben ook heel blij dat het dus ook met mijn wenkbrauwen nog eens gedaan. Ze hebben het zo gedaan met zo'n draadje. En dat doen ze bijna nergens.
Dus ja, ik ben daar wel heel erg blij mee. Dus happy people. En nu haast ons snel nog naar het restaurant. Voor mijn mama, mijn stiefpapa en mijn tante. En we zijn weer allemaal samen. We zijn weer terug opnieuw herenigd. Toch? Jullie waren op vakantie, wij waren op vakantie en nu zijn we weer samen. Ja. Alle reizigers komen weer samen. En Jeno is er ook nog bij hoor. Die is al bezig, dat grote honger met zijn jetlag. Ik heb een lekkere pasta. Tante Frida die heeft een pizza. En mama heeft een hele gezonde salade. Want al die rijstkilo's moeten er nog allemaal af. Ja. En Jan die heeft een steak met frietjes. Die denkt eigenlijk ietsje minder aan alle rijstkilo's. En jij hebt allemaal vleesjes en frietjes. Smakelijk allemaal. Weet je dat te maken? Ik niet. Het was lekker eten. Het was ook nog eens heel gezellig. Het was fijn om mijn mama terug te zien. In ja. België te eten. Ja, ook terug in België te eten, want ik vind hier echt kei lekkere pasta, vind ik ook wel leuk. Eigenlijk kunnen we wel zeggen van Amerika dat het eten daar toch niet zo culinair is als het. Nee, dat toch, is wel we waar. Hebben toch een allee, ja, in je thuiskook eet je altijd beter, of in je thuisland. Maar toch, ik vind de Europese keuken ja, wij, toch echt wel beter dan de Amerikaanse keuken. Maar wij hebben natuurlijk... zijn 3 weken daar aan het eten geweest, ook in fastfood, maar ook in iets betere restaurants. Ja, en eigenlijk... altijd niet zo top. Zeker ook ja. niet voor vegetariërs zoals mij. Maar ja, we hebben heel erg veel Mexicaans gegeten, eet ik wel heel graag. Maar ik ben echt wel blij dat ik hier terug mijn normale gerechtjes heb. Ja, toch wel. Ja, echt, toch. Ik ben blij voor het eten dat we hier wonen. Ja, oké. Okay. Echt wel. Ik ook, gelukkig. De Amerikaanse keuken bevalt me eigenlijk niet. Nee. Ook niet gezond, hè. Nee. Ik weet zeker, als we daar een jaar zouden zitten, dat we dik gingen worden. We hebben een spotlight in ons beeld. Ik weet zeker, als we daar een jaar zouden zitten, dat we het echt, dat we dik zouden worden. Ja. Maar dat onze keel zou uitkomen. Ik moet wel zeggen, je ziet er wel in één keer een paar kilo lichter uit. Ah, ik dacht dat je ging zeggen dat ik er sexy uitzag. Oh. Met mijn mooie haren. Ja, dat is heel mooi. Je ziet er wel knap uit hoor, met je nieuwe wenkbrauwen. Ja, we gaan hier ook onze vlog afzetten. Als je het leuk vond, als je het een leuk filmpje vond, doe dan zeker als de duimpjes omhoog. En heel graag tot morgen weer een nieuwe vlog. Ciao! Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.